Guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een Q&A voor jullie en dit is alweer de vijfde Q&A op mijn YouTube kanaal. Jullie konden me vragen stellen via Twitter en Instagram en er zijn ontzettend veel vragen binnengekomen. Ik heb ze allemaal gescreend, gelezen en ik ga ze proberen om allemaal te behandelen in deze video. Dus ben je benieuwd wat mijn antwoorden zijn? Blijf dan vooral kijken en dan gaan we beginnen met vraag nummer 1. Hanna.jta vraagt wie van Be Brave en TP4Y moeten bij elkaar komen? Wow, dat is best echt een pittige vraag als je beseft hoeveel dat er twee mensen zijn van TP die een relatie hebben met iemand van Be Brave. Geen idee. Ik weet het echt niet. Hoe vaak heb je TP4Y gemeen? Vaak. Heel vaak. Hoe ga je om met een kutgevoel? En dat vraagt kusje, laag streepje, Tamara. Gewoon leuke dingen doen, leuke dingen bedenken. Video's maken op YouTube. En vooral heel veel amuseren van het leven. En ook aan de positiviteit te denken en zo. Denk ik. Waar heb je dat karton van TP4Y vandaan? Voor de mensen die niet weten waar ik dat, wat ze hiermee bedoelen. Wat ze hiermee bedoelen is, ik heb in mijn kamer heb ik een TP4Y bord staan. Die heb ik ooit een keer gekregen van CoolCat. En die laat ik zo aan jullie zien. Of nou, die zien jullie wel heel vaak in mijn vlogs voorbij komen. Dus, wow. Die zie je best wel vaak in de voorbij komen. Maar, die ga ik nu laten. Hier, daar ben ik weer. Volgende vraag is, wat vind je van eenden? En dit vraagt Lo Sterra. En zij weet het antwoord al. Want ik was een keer bij een optreden van Tipi. En toen waren eenden. En die eenden gingen heel de tijd achter me aan lopen. Dus ik liep naar de Lidl, hun gingen achter me aan. Ik ging naar de Plus, hun liep achter me aan. Ik ging naar de Kruidvat, hun liepen dan achter me aan. Echt hobbitant. Dan vraag Melissa Leroy Kus _. Wat is je grootste nachtmerrie? Oh. Nachtmerrie, moest ik even bedenken. Ik denk toch wel dat mijn hele familie overleed of zo. Maar niet, ik weet niet. Laat even weten in de reacties wat jouw grootste angst is. Wat wil je nog in het leven bereiken en wat wil je nog leren? Ik wil bereiken dat ik wel de 100.000 abonnees haal op mijn YouTube kanaal. Dat lijkt me leuk. En wat ik nog wil leren is dat ik niet bang moet zijn in het openbaar om te vloggen. Yusra zegt TP4Y of Be Brave. Dan denk ik toch dat ik TP4Y kies. Omdat ik vind Be Brave ook heel erg leuk hoor. Daar niet van. Maar bij TP4Y is het toch leuker vind ik. Om daar naar heen te gaan. Omdat het lekker rustig is en zo. Hanne vraagt hoe oud ben je? Ik ben 19 at the moment. Be Brave Chicks, wat wil je worden later? Dat is YouTuber, maar of iets met in de musical industrie. Sophie Uri vraagt, wat is je favoriete liedje van Dangerous Roman album van Ariana? En mijn favoriete liedje is Into You van Ariana Grande. Ik ben de hele tijd om mijn tong bij, sorry. Kus Aniek, _VDV vraagt, wie van Be Brave of NTV van TP4Y zou je soulmate kunnen zijn? Ik denk van TP Sterra en van Be Brave, ik denk toch wel Kai. Be Brave weer Cheyenne, wie is je favoriet van Be Brave en wie van TP? Van TP zijn ze allemaal mijn favoriet en van Be Brave denk ik toch wel Kai en Samuel. Officieel BD, grootste blunder. Ik weet niet, ik maak nooit blunders. Om een of andere reden. Geen idee wat mijn grootste blunder is. Yay! Pepper vraagt, met welke beroemdheid zou je BFF willen zijn? Oh, Ariana Grande, sorry. Hola Bonita vraagt, favoriete winkel? Forever 21. Leukste liedje? Into You van Ariana Grande. Maar ik vind Runaway en Blush en het hele album van TP4Y ook helemaal geweldig. Wat wil je nog bereiken? De 100.000 abonnees op mijn YouTube kanaal? Waar ben je trots op?
dat ik me eindelijk een keer lekker in mezelf vind te voelen. Ken je mij nog van Viet? RKJ Official? Geen idee, maar ik ga zo even kijken op de Insta. Official Tim, wanneer ben je jarig? 6 maart. Zoe NJX, do you remember me? Ik weet niet wie je bent, maar ik ga zo ook even op jouw Instagram kijken. En Anita Pijnakker vraagt, wat vind je het leukste van TP4Y? Dat ze gewoon lekker hunzelf zijn. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat ze gewoon lekker hunzelf zijn. En ja, dat vind ik gewoon chill. Dat ze gewoon lekker hunzelf zijn, dat ze lekker aardig tegen me doen. En dat ze nog leuke muziek maken ook. En ja, ik hou gewoon van die meiden. Hoe lang ben je al fan van TP? Ik denk dat mijn eerste optreden van TP was volgens mij. Waar was nou mijn eerste optreden? Oh, bij Cool Cat. Bij de Cool Cat toen Diemen werd geopend. Dat Global Dance Center, ik denk daar. Dan waren dit alle vragen. Dan bedank jullie voor het kijken naar deze video. Geef het een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En laat ook zeker weten in de comments wat jouw grootste angst is. Wie jouw favoriete Be Brave is. En TP4Y. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een brand nieuwe video. Doei doei!